Proost. Ja, dat was zo random. Ik wilde hem kopen, maar ik vond hem eigenlijk voor 8 euro zo'n beetje te duur. 7 of 8 euro had hij ook. Maar wat heeft deze tutorial gedaan? Ik heb er toch nog 3 gedaan. Ja, en wie moet betalen uiteindelijk? Ikzelf. Nee, ik deed het expres, want mijn vrouw die zou dan spijt gaan krijgen. Had ik het toch maar gedaan. En dan is dit er niet meer. Wat's op YouTube? Judy en hier bij de Happy Place Games. Welkom naar een nieuwe mysterie. En nummer 2 van Build a Star. Om zo te zeggen, maar ja, als we hebben nu Triceratops. Nou, wordt al voorgezegd, ik wou het proberen. Maar een van mijn favoriete dino's. Ik heb geen dino favoriet. Wel een leuk dingetje eigenlijk. Ik heb vroeger een surprise gemaakt. Hele dino park. Klasgenoot van mij was fan van dino's. Je zal een stufje los. Mijn taak weer. Ja, ik ga even dit sleutel. Ik heb een blauwe sleutel. Wout, die was helemaal fan van dino's. En ik had een boek van mijn opa gekregen. Over historische dingetjes en zo. En daar stond in de eerste pagina stond dan dino's in. En toen zei ik tegen mijn moeder. Nou, dan wil ik een heel dino-park bouwen. Dat is echt... Klopt, ik al even toe. Ik wil vertellen, dat doe ik niet na. Maar je hebt het wel gedaan. Ja, maar het was wel leuk om te doen. Dat dan weer nou. Dat geef ik je wel eerlijk toe. Mevrouw de knutselaar. Ja, ik vind dat leuk om te doen. Mevrouw ik die verzin... altijd dingetjes met haar handjes wil doen, anders wordt ze niet blij. Nee, maar dat zie je later ook. Dat zie je later ook met het feit van... Nou ja, noem maar wat op. Net als nu, dat ze alles uit elkaar haalt, weet je wel. Ik heb gewoon altijd iets in mijn handen, het liefst. Dat bedoel ik. En waarom? Ik vind dat... Blijf er af! Afletten. Ik mag dus niet al beginnen. Nee, je mag niet beginnen. Je moet even geduld hebben. Ik wil die nieuws bij elkaar leggen. Jij kan nooit op je beurt wachten. Mensen zijn zo geduldig. Waarom niet? En ze is moe. Terwijl ze dagen thuis zit, is ze moe geworden. En we noemen niet de reden op. Dat hoeft niet iedereen te weten. Als ze me volgen op Instagram, weten ze ja, niet. Maar als ze je niet volgen op Instagram, hoef je het ook niet te weten. Kunnen ze toch wel terugzien. We gaan niet toch deze keer alles herhalen. Zo. Nou, dan mag je aan nou zijn. Hè? Oh, wauw, ik ben weer zo traag. Ja. Ja. Pleur oplekken. Nee. Ja jongens, is ze vervelend. Nee hoor. Nee. Zij is de ongeduldige van ons allebei. Nee hoor. Ze wilde haar schuld bewijzen. Een schuld bewijzen, maar dat werkt niet. Dat werkt totaal niet. Dat wil ik. Heb je de opruimmanie? Ik wil gewoon alles bij elkaar houden. Dat is ook zo goed. Dat wil ik niet. Zeg maar. Zo. Lukt het? Jawel. Pas je wel op dat je daar niet in de nek moet doen. Van de achterkant tot een stukje, voordat je daar weer strak aan draait. Ruud, de groeten van Ruud. Ruud. Geef de thee en koffie van achteren vandaan, die staat er ook nog. Ja. Ik vergeet dat ik die thee en koffie naast me had moeten zetten. Maar ja. Even checken waar mijn moeder heeft mij gebeld. Oh. Nou, waarom wil jij niet? Ja,
Jongens, ik ben zo terug. Even mijn moeder bellen. Mama, stiefvader heeft storing. Hé, hoe zit dit dan? Zo zeker. Nee, toch? Nee. Hé. Oh, wacht. Ja. Ik heb hem al. Oh. Waarschijnlijk horen jullie dit gesprek. 1 uur. Hé? Oh, wacht. Hé? Nee. Was toch niet er? Je moet gewoon mee niet lopen, klaar. 1 uur. Oh, ik moet wel recht krijgen. Herhaal persoon met je 1 uur. Ik moest een zin. Sorry jongens. De telefoon van mijn moeder is schijnbaar iets meer aan de hand. Want. Heet dat, Ons hebben we weer iets gedaan dat het weer zachter klinkt. Kan mijn ook? Moeder die hoort mij de zinketel. Hoe? Zinketel. Weet je niet wat dat is? Nee. In de verte. Oh. Als ik door buiten sta en mijn moeder. En het, ik sta daar, zeg maar. Mijn moeder denkt dat ik buiten sta. Zo ver klinkt het. Maar goed, we zijn weer. Nou, mijn stiefvader heeft storing. Als jullie niet weten wat storing is, dat heeft met werk te maken. Zat hij in de schoenenwinkel om schoenen te passen. Dit geweld. Dat was toch naar de mediamarkt gegaan, hè? Dat was vorige week niet gegaan, hè? Want hij zei... Het is eigenwijs, weet je. Ja. Yeah. Hij zegt, ik ga naar de Coolblue om zijn SD-kaart te laten maken. Oftewel, is niet gegaan, want hij heeft heel zijn auto opgeruimd. Ten tweede zegt hij op een gegeven moment ineens tegen mij, ik ga naar de mediamarkt. Zeg ik ook niet. En nou ging hij ineens vandaag. Is een storing tijd, want ik werd toch hier voor hoor. Nou, hoe ver ben je, schat? Nou, ik weet totaal niet hoe deze kaak moet. Moet ik even meekijken? Nee. Nou, goh, wil ik je helpen is nog niet goed. Ah, moet toch zo. Jongens, ik had het toch goed. Ik vond het al zo raar. Godzame. Dat kan. Oké, niks vergeten bij de hoofd. Nee. Oké, mooi. Kan ik doorgaan met de start. Altijd start eerst. Ik snap niet waarom de start altijd als eerst. Dat is zo'n logisch dingetje, lijkt mij. Dan het lichaampie. Dit keer moet ik niet vergeten deze. Weet je wat ik wel stom vind? Nou? Nou zit ik te kijken op die plaatjes, hè. Dan hebben ze alle drie hebben ze een verkeerd lichaampie.
Verkeerd lichaampje. En die is alleen maar licht oranje en donker oranje. En toch, daar hadden ze toch bij een ander kleurtje kunnen geven, wat veel leuker is geweest eigenlijk. Maar ja, wie ben ik, hè? Maak ze niet. Mevrouw de perfectionist. Nee, maar dat is toch zo? Zou je dan toch ook denken? Ja, maar ja, zo is de industrie, hè. Kijk maar in de slijmfilm. Ja, dat is ook weer zo, ja. Maar goed. Ik snap mijn moeder niet af en toe, hè. Waarschijnlijk met je moeders telefoon dat ze weer iets zelf heeft gedaan en dat ze het niet meer weet wat ze gedaan heeft. Nou, moeder komt zo weinig mogelijk aan de telefoon. Die enquêtes ingeven moet je niet doen. Die moet je nog in deze keukenmachine geven. Het gaat zo bij elkaar. Weet jij hoe het werkt? Ik wil een... Oh, dan krijg ik vandaag shit ook mijn geld niet van haar natuurlijk. Of wel. Misschien vanavond. Kom eten. Hè? Red hem over geld ineens? Nou, ik krijg mijn verjaardagsgeld van hem. Oh. Ik kan een keukenmachine kopen. Ja, deze ding gaat over allemaal andere dingen tussendoor. Ja. Even. Het was even een miscommunicatie. Maar ik vind dit nou erg op een... Hoe noem je zo'n beest? Op een zeemonster. Ik ga het maar zeemons noemen. Maar ik snap dit niet. Ik vind het gaatje. Ze moeten die dingen wel beter in elkaar zetten hoor. Of wel gaatjes. Je kan er zo heen kijken. Ja. Mafklapperig hoor. Ja. Oh, sorry, daar moest ik ervan maken hoor, sorry. Wanneer niet, hè? Bij jou niet, je doet bij elke ding dus je klaar bent. Oh, wel de goede kant doen. Tutti frutti ook, hè? Hoeft dat niet. Nee, hoeft niet. Ben ik weer te langzaam omdat je verveelt? Hoezo? Maar dat doe je alleen als je verveelt. Nee. Oh. Als ik aan het lezen ben of aan het kijken ben of iets, ja, dan doe ik dat ook hoor. Ik heb nog steeds een spaarpotboom op de kast staan die precies niet aangeraakt heeft. Ik heb hem gewoon, wat zou het zijn, 3 maanden? Had ik stiekem in een mandje gedaan. Proost. Ja, dat was zo random. Ik wilde hem kopen, maar ik vond hem eigenlijk voor 8 euro zo'n beetje te duur. 7 of 8 euro had hij ook. Maar wat heeft deze tutola gedaan? Ik heb er toch nog 3 gedaan. Ja, en wie moet betalen uiteindelijk? Ikzelf. Nee, ik deed het expres, want mijn vrouw die zou dan spijt gaan krijgen. Had ik het toch maar gedaan. En dan is het er niet meer. Ik ga eens bokken. Kunnen jullie zien wat ik bedoel? Als ik daar bokken. Lekker? Nee, bye. De kast is net iets te hoog voor mij. De kast is 1,60. Nou, dat ben ik zelf, maar... Kijk. Die wil ik dan weer in een video gaan maken. Oh, hij was 7 euro. Met allemaal kleuren en dan wordt het een spaarpot. En dan op een gegeven moment alles Stitch Fest. Illegaal! Ik heb een vriendje, een klein dondersteentje. Genaamd, noem ik niet. Boef. Genaamd, nee, Boef, ja. Genaamd Priscilla's Boefje. Dochter. En zoontje, noem de namen niet. Dat ze het niet willen.
Die zei, de ene is fan van koeien. Nee. En mijn boef is fan van Stitch. Oh, dat betekent fan. Ja. En die wil heel graag deze ook hebben. Dat weet ik nou al. Helaas komt hij misschien niet mee met... dat ze hier op visite komen. Ze komen mee maar op Apeldoorn. Hij is helaas bij zijn vader. Maar ik denk als je ooit hier een keer op visite is, dat hij mij even aankijkt of je mag hebben. En dan zeg ik letterlijk, nee. Hij mag ook van mij hebben. Dat weet je. Dat weet Priso, dat hij ook van ons krijgt. Maar grenzen mogen er zijn. Ja, en zijn moeder zegt dat ook al. Die vindt ons af en toe gerust hoor. We hebben laatst een Mario spelletje voor hem gekocht, kart. Om te racen, zeg maar, met vrienden van hem. Maar die was eigenlijk een beetje duur. Maar het werd in één keer in de aanbieding. Maar ja, toen zei ze, ja, ik heb nu op dat moment de centen er niet voor. Ik heb pas over 2 weken de centen ervoor. Toen zei ik van, nou, keek mijn vriendin aan. Ik zeg tegen haar, kopen wij wel. Zo gedaan. Maar dat vind ik dan raar. Hier zitten dan weer 5 schroefjes bij. Bij de vorige aflevering zat er maar 2 schroefjes extra. Zo is het trouwens heel toch? Ja, hij is wel leuk. Moet hier... Ik vind één ding, moet hier geen schroefje in? Oh, verrek. Oeps. Ik denk dat je iets vergeten bent per ongeluk. Zal ik dan maar ook bij de voeten dan maar doen? Als dat kan. Ik vond het een raar gezicht. En terwijl dat het hier niet opstaat. Oh ja, wel, kijk. Hier is een schroefje in. Oh ja. En hier is ook een schroefje. Nou, dat kan gebeuren. Oké, nou heb ik hem wel. Ja. Nou klopt het wel. 2 schroefjes overhouden en een ander schroef draaien. Excusee! Ja. Maar nou is die wel helemaal af. Ja, nou is die af. Wel 2 oogjes overhouden. Dit is nummer 2. Ja. Van de 4 dino's bouwen. Dus vond je het leuk? Geef een blauw duimpje omhoog. Of een gekleurd duimpje omhoog. Laat me weten of op de laptop, of op de pc, of op waar je het ook kijkt. En het is een ander kleur duimpje, laat het me weten. Ik kwam er wel achter. Maar in ieder geval, dit was het voor deel 2 van Bouw Sar. Op Beltasar. Nou, ben je nieuw? Abonneer je op mijn YouTube kanaal. Volg mij op Twitch, volg mij op Instagram. Join mijn Discord server. Like, volg mijn Facebook pagina. En join mijn openbare Facebookgroep. Dan zou ik zeggen, tot de volgende video en een fijne dag verder. Doei doei!